Het parlement heeft afgelopen donderdag het Kimberley Process Certificate Scheme verdrag aangenomen. Hiermee is de eerste aanzet gegeven voor een diamantenindustrie voor Suriname. Is het ratificeren van dit verdrag de belangrijkste vereiste om toe te treden tot de World Diamond Council Association. De wet is met algemene 26 stemmen aangenomen. Een van de voordelen van deze wet is dat voor Suriname deuren geopend worden op de internationale markt met betrekking tot de diamantenindustrie. Dit leidt tot economische voordelen, vertelde voorzitter van de commissie, Melvin Bova. We hebben dus uit onderzoek, voorzitter, gemerkt dat diamanten van, zou ik zeggen, Paramaribo, van Suriname hun weg vinden naar Brazilië, naar Guyana en een label krijgen van Brazilië of Guyana om ze weg te vinden naar de internationale markt. Ik zie de minister een beetje knikken. But how is that possible? Waarom? En de waarom-vraag is in feite daar. We hebben ons certificaat nog niet. Maar het moet duidelijk zijn, voorzitter, dat met deze handeling we een heleboel geld mislopen. Minister Aguiljo Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen voegde eraan toe dat de regering momenteel bezig is met een overzicht van alle mijnbouwactiviteiten in Suriname. Dit zal een grote stap zijn naar betere ordening. Wij zijn bezig eigenlijk met het begin. Ik heb een aantal vragen gehoord en die zijn voor een paar stappen verder. Het begin, mevrouw de voorzitter, is dat wij het mogelijk willen maken dat wij kunnen praten over diamanten in Suriname. Omdat dat nooit eerder zo structureel is geweest en nu willen we dat mogelijk maken. Mevrouw de voorzitter, het Kimberley Proces Certificaat en daarbij geldende regelgeving zijn van primair belang voor de ordentelijke en gestructureerde ontwikkeling van de diamantindustrie. Dus dat is de focus van het geheel. Dus waar gaat het om? Het gaat om de aansluiting van Suriname middels de ratificatie hiervan van het verdrag. Dat we ons aansluiten bij de World Diamond Council. Want elk land is dus verplicht om dit stukje op te nemen en te ratificeren en op te nemen, zelf een wetgeving ervoor te maken, et cetera, et cetera. Aguiljo Dotsen, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, afgelopen donderdag in DNA. Hij gaf uitleg over het Kimberley Process Certificate Scheme verdrag, dat Suriname in staat stelt te starten met een diamantenindustrie.